Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 Grey Mode. We gaan verder in Rusland, ronde nummer 16 van de Grand Prix van aflevering 17. Als je de vorige aflevering gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken, zodat je deze eens kan zien. En wil je meer afleveringen van F1 2019 Grey Mode zien, druk gewoon op de abonneerknop. Dus dan gelijk op het belletje om geen enkele video meer van mij te missen. We zien hier dus de R&D tree. En hebben we wat een paar aanpassingen gedaan voor de adapting voor het volgende seizoen. En dan gaan we gewoon door naar de kwalificatie. In the next few minutes as the teams prepare to get out on track at the Sochi Autodrome here in Russia. I want to talk briefly about the strategy in these qualifying sessions. Anthony Davidson, how can a driver adjust their approach to gain those critical extra tenths of a second? Well, qualifying isn't about adjusting your approach necessarily. It's more about trying to repeat a low fuel run that you've practiced prior to this session. You're looking for perfection on the lap, and that's hard to achieve if you're trying something new. There are some variables that can stand in your way, however. Track position or unexpected yellow flags, for example. Coupled with ever-changing track conditions, it's important to be out there at the right moment. But as a driver, you have to try and ignore these distractions and just keep your mind focused on that one perfect lap. Nou, we zijn dus aanbeland bij onze eigen wagen voor de kwalificatie voor de Grote Prijs van Rusland. Licht bewolkt, geen kans op regen zag ik. We gaan voor setup 5. En we gaan gelijk een outlap doen. Zodat we dus kunnen kijken wat onze pace op deze band is. Want we zouden ook voor kunnen kiezen voor Q2 om op de mediumband te gaan. Maar we hebben twee sets van de soft in Q1, hè? Dus we kunnen ook zeggen dat we één band gewoon laten zitten en dat we die gebruiken voor Q2. Dan hebben we gewoon een versus set, twee versus setten in Q3 eigenlijk, als ik dat goed zeg. En ja, een outlap. Rusland. We komen hier eigenlijk al 5 jaar. 2014 dus opgericht. Poetin was hier ook in de eerste liedje bij, terwijl de DRS nu beoomd is. Ligt aan de Zwarte Zee. Ik vind het een leuk circuit om te rijden. Veel inhaalacties vanwege het langrechte stuk. Bij bocht 1 eigenlijk. Dat was vanuit bocht 2. Deze bocht is ook best wel lastig om te nemen. Terwijl Butler een 1.37.1 heeft laten noteren. En wij rijden een 1.36.0. Op dit moment de snelste tijd in Q1, maar Bottas is sneller met een 1.34.6. Heel snel is dat, maar we hebben ook een rustig rondje gereden. En we gaan dus nu gewoon naar binnen voor te kijken of we misschien deze tijd kunnen verbeteren. Want we staan op dit moment P6, dat kan nog lager worden. Ja, wat ik net zei, dit circuit vind ik heel tof om te rijden. Ja. Je kan hier eigenlijk weinig fouten maken. Er is hier ook geen grindbakken, dus dat is hartstikke chill vind. En dan gaan we kijken wat we dadelijk staan in Q1. Want nu weet ik de tijd even niet van andere mensen. Nou, we zijn dus terug in onze eigen pitbox, terwijl ook teammaatje Kimi Räikkönen naar binnen wordt geduwd. Our best lap so far is a 136.0. 1.36.0 is onze beste tijd tot nu toe. Dit moment P8. En ik heb besloten om nog een ronde te gaan rijden. Dit moment P6 namelijk vanwege die positie. Als het zo zou finish zouden wij niet doorgaan naar Q2, dus ik kon het risico niet nemen namelijk. En ja, we komen nu over start-finish. Dan gaan we kijken wat deze ronde gaat worden. In ieder geval gelijk in het groen wat goed is. Paars en groen, sector 1 en 2. En zou dit genoeg kunnen zijn voor P? Oké, okay, you're
Q2, sorry mijn fout. P4 in dit geval. En het blijft. Nee, het is P8. Nou, Kimi en ik door naar Q2. Dus ja, we zullen zien wat het dan gaat worden. Inmiddels aanbeland bij Q2. Ja, we hebben nog een extra set van de soft over, want deze band die gebruik ik voor Q2, maar het is eigenlijk een band in Q1. Het DRS hier dus geopend. En de Ferrari motor doet hier dus gewoon zijn ding. Gaan we kijken wat deze tijd in Q2 gaat worden. De Leclerc met een 1.35.2, tot nu toe de snelste in Q2. Ferrari lijkt goed. Wij zetten een 1.35.0 neer. En Raikkonen naar 3. We zijn inmiddels weer aanbeland bij de pit. Inmiddels doorverwezen naar P4, want Bottas, Vettel en Gasly zijn sneller gegaan. Dus spoelen de tijd gewoon door. En we hebben gewoon nog een extra set van de soft over. 1.35.0 is onze snelste tijd tot nu toe met dan 5 minuten en 46 seconden op de klok. P5 op dit moment, Kimi naar 7. En ik weet niet of dit genoeg is voor Q2, ik denk het wel. We zullen zien. En het is genoeg voor Q2, Kimi naar 6, maar wij ook door naar Q3. En nu gaat het ontspannen of wij kunnen meevechten voor de pole position. We hebben een extra set van de softband over. Want deze band is nu voor Q2 bestemd, maar die gaan we ook in Q3 gebruiken. Dus ja, we zullen zien wat het gaat worden. Een outlap dus. En dan gaan we eens kijken wat het gaat worden. Inmiddels bijna overstart finish voor onze allereerste ronde in Q3. De tijd is inmiddels gaan lopen. De DRS opent hier zich weer. Op het lange rechte stuk in Rusland. Inmiddels een tijd neergezet, op dit moment de snelste tijd, pole position, maar dat duurt niet lang of we zijn doorgewezen naar P4 of P5. We gaan na deze ronde gewoon naar binnen. We stappen naar 2, Gasly naar 3, dus sneller dan de Red Bulls. Inmiddels naar de pitbox gereden, P3 op dit moment, voor Charles Leclerc en achter Hamilton en Bottas. Er rijdt ook iemand achter ons, dat is volgens mij een Red Bull. Dat was een Red Bull. Dan kunnen we kijken of we deze positie kunnen vasthouden tot het eind. Want P3 zou best wel gaaf zijn. So far, our fastest lap is a 1.34.5. 1.34.5 tot nu toe de snelste rondetijd hier in Rusland voor Q3. En dan kunnen we kijken of we nu een snellere rondetijd kunnen noteren in het tweede gedeelte van de top 10 qualifying hier in Rusland. Op dit moment erg rustig op de baan. Iedereen is nu naar binnen. Kimi Raikkonen is ook naar binnen, want ik zie hem daar rechts in de hoek. 9e in de snelheids... limiet, zo noem ik het even. P3 op dit moment, 2/10 verschil met Lewis Hamilton. En we gaan dus weer uit voor een tweede run in Q3. Ditmaal op andere banden, op de banden die voor Q3 zijn bestemd. Kimi Raikkonen
is voor ons de baan opgegaan met nog 2 minuten en 39 seconden op de klok. En dan kunnen we kijken of we misschien die P3 kunnen vasthouden. Of dat we misschien, naar pole position kunnen. Ik ben benieuwd. We zullen zien. We komen over start-finish en nu gaat het ontspannen of wij deze pole position misschien kunnen pakken van Lewis Hamilton. Of dat we misschien uit moeten kijken naar Charles Leclerc, want je weet nooit wat deze monegas kan in zijn Ferrari. Hij is altijd erg snel op dit moment in het groen. We komen over start-finish en het is... P4. Dan is Charles Leclerc denk ik toch nog sneller gegaan. And with qualifying complete, let's review ja, zo, today. Ja, Charles Leclerc is er sneller gegaan. Sorry, mijn keel werkt even niet mee, dus sorry daarvoor. En we zijn langzamer in sector 3. Oké. Maar ja, Hamilton pole, Bottas 2, wij zelf op P4 en Raikkonen op 8. De resultaten van de rivaliteit in de kwalificatie, we leiden met Kimi Raikkonen, we leiden ook met Devin Butler. Ja, de resource points voor de upgrades aan de auto zijn er best wel veel, zie ik. 195 in totaal, 398 overall in totaal. Reputatie is gesteken met het team, we klimmen naar de veteran en de sportsmanship op. Emma feliciteert ons met de kwalificatieresultaten. Nog even een mail kijken, bewolkt. Rusland en dan gaan we gewoon door naar de race. Good afternoon from Sochi as we prepare to get underway for the Russian Grand Prix. The championship battle has some time to go yet, but still expect no quarter to be given here on this circuit that made its debut in 2014 and has already seen some classic racing. Situated just 3 miles from the Georgian border, the 3.6 miles Sochi Autodrome has two notable overtaking opportunities into turn 1 and then turn 13. 18 corners in total here, 12 to the right and 6 to the left, and it's an average lap speed of around 130 miles per hour. Joining us today to oversee all the thrills and spills, it's Anthony Davidson. And great to see you. How are you feeling about the race today, and how are the circuit conditions from what you've seen? Well, it's looking a bit cold out there, if I'm honest. These tyres have quite a narrow operating window in terms of the temperatures they need to extract the best grip. So with a cold track surface, it's going to be harder to keep those temperatures up, which will lead to lower grip and maybe more mistakes. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position, and it's Valtteri Bottas that completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, the Professor, Max Verstappen, and Gasly, Hülkenberg, Raikkonen, Vettel, and Roman Grosjean, Perez, Stroll, Kevin Magnussen, and Ricciardo. Sainz, Faber, Alexander Albon and Devin Butler. Russell and Lando Norris starts from the back of the grid. And with preparations almost complete, let's head down to the track. Nou, hier zijn we dan dus aanbeland voor de Grote Prijs van Rusland. Jeff adviseert mij om rustig aan te doen in bocht 1, want er kunnen meerdere auto's natuurlijk daar zijn. En dan gaan we gewoon beginnen met de Grote Prijs. De Lamborghini is officieel aan voor de Grote Prijs van Rusland, career aflevering 17. En we zijn onderweg en we komen niet zo lekker weg ten opzichte van Charles Leclerc en Max Verstappen. Want Gasly zit er ook gelijk aan de rechterkant. Het is daar een Red Bull sandwich in bocht nummer 1. En Verstappen zit nog steeds naast mij. We hebben Verstappen geraakt. Oh, illegal overtake op Verstappen. Gasly naar de binnenkant. En... we zijn doorwezen naar P6. Verstappen hier buitenom gepakt. Dan kunnen we nu doorkijken naar Pierre Gasly aan de binnenkant hier bij Pierre Gasly. En dat is P4 weer terug veroverd.
P4, Leclerc voor ons. Weet wel, hij rijdt nu nog niet met de 19 Years Ferrari update. Die komt in de volgende wedstrijd in Japan. Terwijl we hier in de slipstream van de Monegas zitten. Alles staat vol open. Maar Leclerc heeft ook de slipstream van Hamilton. We kijken hier toe hoe Leclerc Hamilton aanvalt voor P2 in de wedstrijd. Bottas is al lang weggereden van de rest. En wij hebben hier gewoon een bakje popcorn voor ons. En we genieten gewoon van deze felle strijd. Leclerc inmiddels na P2. Hamilton, die heeft hij moeilijk. We krijgen een waarschuwing voor FC de tracklimits. Hamilton blokkeert daar ons. We raakten onze voorvleugel met de achterband van Lewis. Kijk je aan de buitenkant, remmen wat later dan de Brit. En dat is nog steeds geen P3, mijn fout. P3 bedoel ik. En Hamilton maakt het hier ons lastig. Hij maakt het hier ons erg lastig in deze grote prijs van Rusland. Terwijl Max Verstappen naar ons toe rijdt. Je ziet dat pijltje steeds dichterbij komen bij ons. En Verstappen heeft hier meer snelheid. Maar kan hij hier ook aanvallen? Nee. We krijgen wel een toe van Lewis Hamilton aan de binnenkant van Lewis Hamilton. We blokkeren wel even. En hij komt hier terug. Maar wij duwen hem hier gewoon van de baan. En dat is P3. Gelukkig. Inmiddels ronde nummer 3 van de wedstrijd. We rijden naar Charles Leclerc toe in zijn Ferrari voor P2 in de wedstrijd. Bottas heeft deze grote prijs eigenlijk al gewonnen, want hij rijdt heel ver voorop. Die kunnen we gewoon niet meer bijhouden. Dat is juist het probleem. Voor de overwinning meestrijden. Leclerc rijdt hier wel erg langzaam in zijn Ferrari. De lange rechte stuk in Rusland. En het is genoeg voor ons om Charles Leclerc aan te vallen, te passeren. En dat is P2 in de wedstrijd. Groen en groen in sector 1 en 2. En dan is de volgende Valtteri Bottas. Terwijl daar een Williams heel erg achterrijdt. Hij komt nu begin sector 2 binnen. Oh, we maken daar een klein foutje. En is het erg voor ons? Jeff zegt dat de pitwindow open is. We blokkeren er even Charles Leclerc. Pitwindow bij de volgende ronde open is. En daar komt Charles Leclerc voor P2 in de wedstrijd. Maar wij remmen hier diep. Dat is een touché met Charles Leclerc. Ik zag er ook een voorvleugel liggen. Ik weet niet van wie die is. Het was een kleine voorvleugel. Trouwens een onderdeel van de voorvleugel. Dat bedoel ik. En Charles Leclerc kan niet naar P2. Want wij hebben deze avond afgewezen van de Monegasque. Hij komt hier trouwens terug voor meer hoor. In de slipstream. Daar duikt hij toch aan de binnenkant. Maar wij houden die plek, ja hoor, wij houden die plek gelukkig van Charles Leclerc af. P2 nog steeds in de wedstrijd. Ronde nummer 5. Okay, 3.3 is het gat naar Valtteri Bottas voor de leiding in de wedstrijd. Oh, een wat slechtere exit bij dit lange rechte stuk. En die moeten we hier alles gaan overgooien. Want daar komt Charles Leclerc voor P2 in de slipstream. DRS geopend bij de Monegasque. En hij zet hem ernaast. En dat is P2, maar wij kunnen hier weer diep uitremmen. Hij laat hem niet staan. Nog steeds P2. Heerlijke weg met Charles Leclerc. Inmiddels ronde nummer 6. En nu heeft Pierre Gasly Charles Leclerc pakken. Ook trouwens, Max Verstappen is Charles Leclerc voorbij. Dus dit belooft een spannende strijd nu weer te worden met Pierre Gasly. Die zijn we al een keer tegengekomen in Singapore. Ik hoop niet dat hij het weer ons moeilijk gaat maken hier in Rusland. Terwijl Jeff zegt dat wij nu naar binnen moeten komen voor onze laatste stop in deze wedstrijd. Box, box, box. Ja, we gaan naar binnen. En Gasly blijft uit. Die gaat niet naar binnen. Verstappen gaat ook niet naar binnen. Bottas is wel binnen. Oké, maar Gasly, Verstappen, Hamilton, Charles Leclerc, Vettel, die blijven allemaal buiten. Terwijl wij nu onze stop gaan maken. 2.5, goede stop.
heeft ons in totaal, als ik dat goed zeg, 28 seconden ingeleverd. We komen achter Carlos Sainz terecht en achter Alexander Albon. En Albon zit daar aan de binnenkant van Carlos Sainz. Oeh, Sainz die blokkeert hier ons gewoon. Wij moesten gewoon in de remmen. Want ja, anders hebben we onze voorvleugel kapot gereden en dat willen we nou ook weer niet. Ronde nummer 8. Nog 5 ronden te gaan. Hier een wat weer sneller dan Carlos Sainz. Die verdedigt hier ook de binnenkant. Dom en onnodig. Want nu kunnen wij er gewoon langs. Had hij eigenlijk niet moeten doen. Inmiddels bij het lange rechte stuk Alexander Albon. Die is de volgende. En wij gaan hem hier eenvoudig voorbij. Want hij moet nog naar binnen. En wij hebben gewoon... Het is gewoon een betere auto dan de Toro Rosso. Dankjewel Jeff. Het was een hele goede move. En nu kunnen we doorrijden naar George Russell. Hopelijk dat hij ons niet te lastig maakt. Daar zitten we inmiddels aan de buitenkant van George Russell. Hij rijdt hier ontzettend langzaam. En dit kost ons tijd. Dit kost ons tijd. Inmiddels het lange rechte stuk kunnen we hier dan een aanval wagen aan George Russell. Ja hoor, dat doen we ook. Maar hij geeft niet op. Daar zit hij nog hoor. Hij zit daar nog. George Russell en we zijn hem voorbij. Gelukkig. En dit is wel even mazzel voor ons, want hij blokkeert hier nu ook Pierre Gasly. Verstappen is inmiddels naar binnen. En Russell duikt ook naar binnen. George Russell duikt naar binnen. Oh, terwijl we daar even doorzitten. Max Verstappen nu. Dit is Max Verstappen, niet Pierre Gasly. Oké, George, had ik... dit is een tactisch spelletje, denk ik, van Mercedes. Terwijl Gasly ons heeft geovercut. Want daar is hij voor P2. Verstappen achter ons in de slipstream. Maar wij verdedigen hier hard. En hij kan er niet voorbij. Ronde nummer 10 inmiddels nog 4 ronden te gaan. En dan zit deze de wedstrijd er alweer op. Maar ik vind het wel raar van Russell. Dat hij... dit met hand en tand ging verdedigen, terwijl hij gewoon naar binnen moest. Dus er was eigenlijk niks voor nodig. Hij hield ons alleen maar op. En inmiddels ronde nummer 12. We zetten de snelste raceronde neer. DRS geopend voor Pierre Gasly. We komen dichterbij aan Pierre Gasly. En kunnen we hier een aanval wagen aan de Fransman? Dat doen we ook. We remmen hier diep. Veel te diep eigenlijk, want we moeten hier weer terug kruisen. Gasly kruist hier terug. Wij laten hem hier niet echt leven, maar Gasly geeft niet op. Die is hier brutaal. Aan de binnenkant, we raken elkaar gewoon. Wielbengen hier meerdere keren toe. En Gasly pakt die plek niet van ons af. Hij pakt die plek niet van ons af, gelukkig. En wij behouden nog steeds P2. Meer onder fuel remaining. Daar komt hier Gasly weer terug met de aanval voor P2 en is er nu voorbij. Maar wij kunnen hier weer diep remmen aan de buitenkant bij de Fransman. Hij laat hier ons geen ruimte. Oké, ook goed. De laatste ronde loopt inmiddels van de grote prijs van Rusland. We zitten hier weer in de slipstream van Pierre Gasly. Weer hetzelfde verhaal. En we gaan nu voor de buitenkant. Hij remt hier diep. Daar zit Gasly nog hoor. En dat is P2. Bottas. Die rijdt gewoon mijlenver voor. Kunnen we niet meer achterhalen. Inmiddels. Bij een bocht. Daar was Gasly er wel even voor. Bij een bocht waar ik het niet had verwacht. Hopelijk dat hij hier ons niet weer terug aanvalt. We moeten nu alles gaan sparen. Voor dit lange rechte stuk. Verstappen zit hier trouwens ook nog hoor. Want die kan er ook nog een aanval maken voor een podiumplek. Bottas heeft inmiddels een hele grote voorsprong. En komt daar Pierre Gasly met de aanval? Is de vraag. Nee. Nee, Gasly slaat die aanval niet. Hij doet niet een gooi naar een podiumplek voor P2. Interessant. Jeff, je moet even je mond houden, want ik weet wat ik moet doen. Bottas komt dus nu over start-finish. Hij wint dus de wedstrijd in Rusland. Pak ook even de snelste race-ronde punt. Terwijl Gasly daar nog even keek hoor. Oeh, Gasly keek er nog even voor P2. Maar we hebben die aanval afgeslagen. Wij vinden het dus op een knap podiumplek in Rusland wel verdiend. So Mercedes have won it and what a great race it was.
Anthony Davidson. How do you think they were able to set themselves apart today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes. You're race winners today. Let's have a quick look. Nou, Valtteri Bottas wint dus de wedstrijd, pakt ook nog het extra punt voor de zelfs van de 26 punten kan wijken naar P2, Gasly naar 3, Raikkonen pakt punten en Leclerc heeft het te verliezen. Hamilton heeft ook veel plekken verloren hoor. Vettel ook slecht. En dan gaan we gewoon door naar de stand P7 op dit moment. Wij klimmen met het team naar P4, super resultaat voor ons. Super resultaat. Dus ja, hopelijk kunnen we deze plek in het kampioenschap constructeurs vasthouden. Ja, en hier is dus Claire voor de interview. You're beating all expectations. Would you say we all underestimated you? It wasn't the cleanest race today, was it? Nee, klopt. Het was niet echt de schoonste race eigenlijk. Appreciate your time. Nou, oké. Doei Claire. Tot in Japan. Resultaten. We winnen ten opzichte van Kimi Räikkönen. We winnen ten opzichte van Devin Butler. De resource points. De upgrades aan de auto. Zijn er veel, heel veel. 1197. Team goal compleet en de reputatie is gewoon normaal gebleven bij het team. Bij Ferrari is enorm gegroeid. Klimmen naar een veteran en een sportsmanship toe. En dan is hier het contract verlengen. Finishes like that will look good on your contract reviews. On to the next one. Looks like one of your rivals has also been invited to a historical event. En maar dit is geen historical event, dit is een contract review. Dus even wachten alsjeblieft. De eerste even dit gaan onderhandelen. We worden een eerste driver, dat wil ik graag eisen. Race 9e en 11e. En het verzoek is dus super gedaan. Dit is een mooie contractverlenging voor ons, voor mij en ook voor Alfa Romeo. Want we hopen dat we in seizoen 2 misschien naar de top kunnen strijden. Nou, dit is dus de video mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat van een like achter als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019. Reageer wat er beter kan op worden aan deze video. Volg ik ook op de sociale kanalen, Instagram, Facebook en Twitter. Links in de beschrijving. Druk als je bent geabonneerd ook gelijk op het belletje. Zodat je geen enkele video meer van mij mist. En dan zou ik zeggen een fijne dag verder. En tot ziens tot de volgende keer bij F1 2019. Goedemorgen. Ga verder in Japan. Een fijne dag verder en tot ziens.